Welkom bij Rivierenland in Zaken. Twee onderwerpen: in control in je eigen organisatie en vervolgens ook nog uitvaartzorg. Dit is Rivierenland in Zaken. Welkom bij Rivierenland in Zaken. We hebben een onderwerp wat nogal delicaat overkomt. We gaan het namelijk hebben over een uitvaart en over uitvaartzorg. En ik praat erover met de heer Wibo van Kampen. Wibo, bijzonder hartelijk welkom. Dag Tom. Praat over een negatieve lading, denk ik dan. Is dat eigenlijk zo? Nee, vind ik niet. Een goede uitvaartverzorger brengt rust bij je familie en zorgt voor een waardig afscheid. Ja, vroeger sprak men altijd over een begrafenisondernemer. Hè? En tegenwoordig dan noemt men dat een uitvaartverzorger. Wat is eigenlijk het verschil? Ja, naast dat er tegenwoordig steeds meer crematies plaatsvinden, is uitvaartverzorger een betere en een correctere naam daarvoor. En ja, je krijgt steeds meer rondom de uitvaartzaken die we daarbij moeten regelen. Zoals? Je hebt met verschillende geloven te maken, wat je vroeger ook niet zoveel had. Je hebt veel meer keuze in rouwvervoer, in soorten kisten, in rouwarrangementen, van alles en nog wat. En als je dan, je hebt het toch altijd over verschillende geloven, maar we zitten eigenlijk ook in een multiculturele samenleving. Hè? Dus dat betekent ook weer, we hebben met een grote diversiteit van mensen te maken. Is daarin het vak ook enigszins geëvolueerd? Ja, en dat is ook mooi ook, want zo krijg je voor iedereen een persoonlijk afscheid. En wij hebben veel Molukse mensen, die hebben ook de eigen gebruiken. Die doen bij wijze van spreken zelf het graf dichtmaken. Wij zijn ook heel flexibel met hun, zodat ze ook zelf de koffie kunnen schenken bij ons in het rouwcentrum. Mee met de verzorging helpen. Daarnaast heb je weer de islamitische mensen, die doen het weer op een andere manier. Pas hebben we nog van een Chinees een uitvaart gehad, die hebben ook weer andere gewoontes. En bij Nederlanders zie je dat ook steeds vaker, dat ze eigen inbreng hebben. En dat vinden we ook fijn, want zo wordt het afscheid persoonlijk. Ja, en jullie bestaan al heel lang, hè? Ja, meer dan 55 jaar. En het is echt een familiebedrijf. En zo hebben wij, mijn broer en ik, samen het bedrijf voortgezet. Met ondersteuning van een heleboel medewerkers. De koffiedames, dragers, chauffeurs. En zo kunnen wij het mooi verzorgen. Is het vak veranderd de afgelopen 55 jaar? Los van wat u al geschetst heeft? Ja, mensen zijn ook mondiger geworden. En dat is ook een goed teken. Want zo komt ook een afscheid, zeg ik het weer, persoonlijker. En vroeger had je meer de begrafenisondernemer en de dominee of de pastor die het arrangeerde. En nu doen de mensen het zelf. Ja, het is bijna een rare vraag. Maar is het eigenlijk toch wel een heel fijn beroep? Ik vind het een fijn beroep en het is ook fijn als je bij mensen voor de eerste keer binnenstapt en dat ze zeggen na het gesprek, fijn dat u bent geweest, de rust is weer teruggekeerd in huis. En dat geeft mij ook voldoening. Nou, het is een stuk minder negatief dan ik ervaren heb nu. Ja. Ik ga u bedanken voor dit gesprek en ik ga u heel veel succes wensen. Graag gedaan en bedankt. Je begint aan je eigen organisatie en je bouwt wat op en het wordt mooi. En dan ineens loopt het uit de hand en dan heb je soms wel eens een accountant nodig. We gaan erover praten met Patrick van de Langenberg. Ja, in controle je eigen organisatie. Je zou bijna denken van automatisch gebeurt het toch bij de ondernemer? Tom, ja, automatisch zou je verwachten. En mensen beginnen ook vaak heel enthousiast, maken een plan. En ergens raken ze toch wel eens de weg kwijt. En dan is het ook wel eens handig als je... Ja, bij een accountant aan tafel komt te zitten. Ja, maar zo'n accountant doet toch eigenlijk hetzelfde als een beetje wat een ondernemer ook doet. Die kijkt, hé, ik krijg centen binnen. En als hij nou maar meer geld binnenkrijgt, hoe hij dat dan die uitgeeft, dan houdt hij vanzelf over. En ik dacht dat een accountant dat alleen maar bijhield. Nou, dat is wel de basis, hè, want er moet natuurlijk geld op de plank komen. Maar je kijkt nog veel verder. Je kijkt veel breder in een organisatie. Een organisatie gaat niet alleen om geld. Je kijkt ook naar de processen die erin zitten. Ja. En
ja, daar heb je ook iets andere kijk voor nodig, zeg maar. En is dat dan eigenlijk wel primair de taak ook van een accountant? Nou, primair, zeg maar, maken we natuurlijk jaarrekeningen voor zorgen aangiftes. Maar ik vind dat een secundaire taak en een belangrijke adviestaak voor een accountant of bedrijfskundige is om naar het proces van de organisatie te kijken. Waar kan ik verbeteren? Ja. Je moet, het gaat niet alleen om onderaan de streep, maar je moet ook in je processen willen groeien en verder willen uitbouwen. Ja. En het verschil daarin is, ik kan me zo indenken dat je ondernemers hebt die laten precies weten hoe ze geld moeten verdienen, maar hoe ze de rest moeten regelen, dat is dan vers 2, zoals wij dat noemen. Ja, dat is inderdaad vers 2. En als ondernemer moet je altijd de juiste mensen om je heen verzamelen. Het gaat uiteindelijk van, een ondernemer moet in zijn kracht komen te staan en die moet daar een netwerk omheen bouwen. En daar kunnen wij een rol in vervullen. Maar de juiste mensen om zich heen verzamelen, het is wel mooi wat je zegt, maar ja, tegenwoordig meer en meer ZZP'ers, steeds meer flexwerkers. Is dat eigenlijk ook niet het probleem wat er momenteel in het bedrijfsleven zit, dat men juist merendeel begint te bezuinigen op het personeel? Of is dat niet wat jullie ervaren? Nee, ik ervaar dat heel anders. Ik denk dat, dat een onderneming, een organisatie, is een geheel van mensen, een geheel een netwerk. En of dat nou in een vast dienstverband is of in een ZZP-verband, dat maakt niet zo gek veel uit. Het belangrijkste is dat je in processen op elkaar kunt vertrouwen. Ja. En dat je van daaruit verder kunt bouwen. En ik denk dat je daar als accountant zijn een centrale rol in kunt vervullen. Is de rol van accountant eigenlijk steeds meer veranderd de laatste jaren? Die moet veranderen. Ik bedoel, ja, ik denk, die verandert steeds beter. Ja, dus er gaat een hele andere kant op. Daar waar je het boekwerk en een stukje geschiedschrijving deed, wil je eigenlijk meer naar de voorkant. Wil je aan de voorkant kunnen gaan sturen, zeg maar. Ja. Wil je die richting die ondernemer uit heeft gezet, die wil je inzichtelijk maken en die wil je verduidelijken en daar op die weg helpen. Ja. Nog even over het ontzorgen. Het probleem is natuurlijk dat de regelgeving, ja, daar hebben we het in het verleden al heel vaak over gehad, die wordt niet echt minder. Is het zonder accountant eigenlijk nog wel, als je een redelijk bedrijf hebt, te behappen allemaal? Of ben je eigenlijk, ja, het klinkt misschien vervelend, maar een noodzakelijk kwaad aan het worden? Ja, als noodzakelijk kwaad gezien worden, dan is het niet goed, denk ik. Maar je moet wel je toegevoegde waarde kunnen leveren. En ik denk dat je daar als accountant zijn iets in bij kunt dragen. Maar er zijn er ook die het zelf regelen, maar die worden wel steeds minder. Ja, nou hoorde ik ook dat jij ook nog bedrijfskundige bent. Ja. Wat is het verschil tussen een accountant en een bedrijfskundige? Of is dat is het zo dat als je de accountant inhuurt, dat je de bedrijfskundige erbij krijgt? Nou, dat is niet per definitie. Hè. Maar ik denk dat de bedrijfskunde, het is wat breder. Je kunt wat meer in de diepte, je kunt ook wat meer met de ondernemers sparren. Uh-huh. Je kunt er over meerdere zaken meepraten, over processen. Ik zou natuurlijk mensen tekort doen, zeg maar, als een accountant niet zou kunnen. Maar ik denk dat het wel een surplus is, zeg maar, wat we hebben. Ja, als je kijkt naar de situatie in heel Rivierenland, wat mag je dan zeggen? Gaat het goed met ondernemend Rivierenland of is daar nog wel een verbeterslag te halen? Nou, ik denk dat het steeds beter gaat. Maar op het moment dat je denkt dat je er bent, dan is als ondernemer stil. Hè? Je bent er eigenlijk nooit. Hè? Het ondernemen is dynamisch en is continu vooruitkijken. En we moeten als regio wel meer nog meer in onze kracht komen te staan. Als je nou zelf mag kiezen, liever accountant of bedrijfskundige? Dat is wel een gewetensvraag. Dat klopt, daarom stel ik hem ook. Adviseur. Adviseur. We houden het in het midden. Dank voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Dit was Rivierenland in Zaken. Wilt u tussendoor alles nog een keertje nalezen of nakijken, dan kan dat natuurlijk op onze website www.rivierenlandinzaken.nl. Dank voor uw aandacht. Tot de volgende keer.